Evenementen zijn te gek. Concerten in Ahoy, de marathon in Rotterdam en noem maar op. Al deze evenementen moeten natuurlijk georganiseerd worden en dat doet de facilitaire dienstverlener. Jij kunt spul zijn binnen deze evenementen. Zonder jou loopt alles in de soep. Ah, ik kreeg net een bericht binnen dat microfoon in de danszaal het niet doet. Erik, zou jij in de dans kunnen vragen met hoe groot de groep ze zijn? Dan kan ik dat regelen voor de catering. Ja, natuurlijk. Komt helemaal goed. Oh, ik ben helemaal vergeten de cateraar te bellen. Ik had hem vanochtend gemaild en ik weet niet of hij hem ontvangen heeft. Hoi, met Erik. Ik heb een bericht gekregen. Geen ui. Ik zal het voor je regelen. Dat was Joyce. Een aantal dansers lusten geen ui. Moet ik even rekening mee houden. Ik zal alles mis en plas klaarzetten. Bedankt, Joyce. Als cateraar vind ik het belangrijk dat mensen lekker te eten krijgen. De maaltijden die ik ze voorschotel moeten voedzaam zijn, maar vooral ook een rustmoment van de dag betekenen. Vaak moeten de mensen waar ik voor kook de hele dag werken of genieten ze van een oude dag. Daarvoor moeten ze wel een goede bodem hebben. Geen bord verlaat mijn keuken zonder dat ik geproefd heb. Heerlijk, deze kan opgemaakt worden. Ik zorg graag voor mensen. Daarom heb ik voor de opleiding facilitaire dienstverleningen op het Albeda College gekozen. Op die manier doe ik wat ik het liefst doe. Erik, je nasi is klaar. Als dit niet van de beste cateraar ter wereld is, dan weet ik het ook niet meer. Ik zal even bestek voor je pakken. Dat is gek, hij is op slot. Ik bel de conciërge even. Goedemorgen met de afdeling gebouwbeheer met Erik. Ah ja, ik kom eraan. Zo te horen staat Joyce voor een dichte deur. Dan ga ik er even mee helpen. Na sleutelbeheer doe ik nog veel meer. Ik kom op verschillende plekken en ik kom allerlei mensen tegen. En ik vind het fijn om mijn collega's te helpen. Wat fijn dat jij bent. Ik snap het niet. Normaal is deze deur altijd open. Ik zal je even helpen.